Welkom bij de Spelletjesvrienden podcast met dit keer aflevering 111, een terugblik op Spiel 2024. Dag allemaal, leuk dat jullie luisteren naar een nieuwe Spelletjesvrienden podcast. Ik denk wel op dit moment, we zijn nog nooit zo slecht voorbereid geweest als dat nee, we nu zijn. Nee, ho. Het ligt helemaal niet aan de voorbereiding. Het ligt niet aan de voorbereiding. Het ligt totaal aan de uitvoering. De voorbereiding, we hebben zelden ons zo voorbereid op een podcast. De voorbereiding, dat is waar. Daar ligt het niet aan. Nou. De uitvoering daarentegen, ja, sorry mensen, maar het is... We doen echt ons alleruiterste best, maar ik hoop dat dit om aan te horen is. Het is echt verschrikkelijk, maar welkom bij de familie Corona. Ja, ik zal even de situatie uitleggen hoe we op dit moment bij zitten. Marika, die had... Marika, begint goed. Marike, mijn vrouw, ja, die had aan het begin van de week corona kreeg ze. En... Ja, hallo, dit is super toepasselijk, want dat nam ik mee van Spiel. Precies, net inderdaad. Als bijna alle andere mensen die op Spiel waren. Het is natuurlijk een traditionele... Spiel, souvenir ja. Om ziek te worden. En zeker sinds corona er is, krijg je eigenlijk, nou ja, voor 70% zeker corona als je op Spiel geweest bent. Dat zijn goede percentages, klopt. Ja, helaas was het dit keer ook weer zo. Maar ja, nu hebben we natuurlijk twee kleine baby's thuis. Ja, dus het begon met Marieke en dat leek het even één seconde bij te blijven. Maar ja. Heel snel erachteraan kwam Jonne, een van onze tweelingen, ja. Mocht je de vorige aflevering gemist hebben. Die werd ook ziek. Ja. En bij baby's is dat altijd een beetje lastig. Ja, zeker bij hele jonge baby's. Want ja. Die waren toen 6 weken, nu 7 weken... En Jonne kreeg koorts. En die kreeg echt boven de 38 graden koorts. En als je een jonge baby bent en je krijgt boven de 38 graden koorts, dan moet je de huisarts bellen. Dus wij was zondagavond, bijna in de nacht, de huisartsenpost gebeld. Gezegd, joh, wij hebben hier een baby. Hij is hartstikke jong en hij heeft koorts. We weten wel waar het door komt. Want je hoeft niet te bellen als het door een injectie komt, zeg maar vaccinatie. Maar dat hebben ze nog niet gehad. We weten wel waardoor het komt, want ik heb namelijk corona, dus waarschijnlijk heeft hij ook corona. Nou, dus de huisartsenpost die zei, laat de boel maar in, ga maar naar Zeven naar huisartsenpost. Wij met twee kinderen en onszelf, pardon. Ja, sorry mensen. Gaat nog vaak gebeuren. Ik durf niet podcast. Te hard hoesten, want ik heb een kind op mijn buik. Oh ja, als je trouwens niet kijkt en je denkt wel, wat hoor ik toch allemaal? Eén van de twee, namelijk Jonne, zit dus op mijn buik gebonden in een draagdoek. De andere twee ligt in de box en daar kijk ik hier met mijn linker ooghoek steeds naar om hem in de gaten te houden. Op een camera, die ligt daar te slapen. Maar goed, wij dus met kinderen en al naar de huisartsenpost in Zevenaar. Nou, dat was één groot fiasco. Mocht je hier trouwens denken, het gaat weer over baby's, wat de hel. Maakt dan niet uit. Ga eventjes naar de omschrijving, klik even in de hoofdstukken door, want hierna gaat het alleen maar over Spiel hebben. Het wordt weer een speciale aflevering. Hoef je dit gezeik allemaal niet aan te horen. Als je denkt, ik heb graag leed vermaakt, luister vooral even verder. Marieke moet ook even de ei kwijt. Jij bent nog met weinig mensen gedeeld. Ik zit de hele week thuis. Ja, in mijn eentje met twee baby's. Dus zij zijn gewoon precies. Jouw uitlaatklep. Precies. Dit is het enige wat ik heb. Geef me ook niet. Nou, ik geef je het publiek. Ga verder. Nou, wij met die kinderen naar de zeven... Let wel, het is inmiddels, weet ik veel, 11 uur 's avonds, hè? Zeker. De voeding zit er net in. Nou, kinderen die Max Koos gegeven, waar daar naartoe? Ze zeiden, kom snel, want de huisartsenpost aan Zevenaar zou bijna dicht gaan. Dus wij snel ingeladen, maar dus ook totaal onvoorbereid. Alles ingeladen. Mooi detail. Die fout maak ik niet nog een keer. Dus, wij met twee kinderen naar de huisartsenpost. Nou, Ted die was mee, omdat, ja, je kan Ted niet thuis laten. En die was... Niet helemaal lekker. Hij had geen koorts, maar niet helemaal lekker nog. Ted is niet de hond trouwens, dat is de andere van de tweeling. Denk precies. Dat het even duidelijk is. Dus, Ted die was een soort van gelijk min of meer goedgekeurd. Maar Jonne daarentegen, daar kregen ze de saturatie niet van gemeten. Maar bij de Zevenaar huisartsenpost hadden ze alleen maar metertjes voor grote kinderen en of volwassenen. Die krijg je niet om een 6 weken oud teentje geschoven, laat staan om een vingertje. Dus wij moesten naar Arnhem. Maar toen kwam het gezeik. Want punt 1, Ted had alles ondergescheten. En we hadden letterlijk niks bij ons. Geen schone luier, geen schone kleren, niks. Nou, die fout maak ik niet nog een keer. Probleem. Jonne, die kotste de hele behandeltafel onder. Nou goed, dat heb ik een beetje met papieren doekjes zo weggeveegd. Terwijl we daar ook nog in onze oude Spiel Duits approved medische mondmaskers liepen. Want ja, wij hadden corona. Dat wil je daar ook niet aan geven. Nou, maar toen kwam het. Ik had klachten. Jonne had klachten. Ted had geen klachten. Geert had geen klachten. Marieke mocht niet naar Rijnstad, Arnhem. Want Marieke had klachten. We deden allemaal alsof corona er niet meer was. Want we moesten overheen. Ze zeiden, ja, doe dan maar een mondmasker als je die nog hebt.
Maar we mochten overkomen, maar ik mocht niet mee naar Rijnstaat. Toen was het er ineens wel weer. Wat toen volgde was de heftigste scheiding sinds de tweeling ongeveer, denk ik. Sinds, denk ik. Wij zijn nooit gescheiden van elkaar. Wij ook niet. Nee, nooit. Precies. Dus het ging als volgt. Marieke moest teleurgesteld met Ted naar huis toe met een poepbroek. Ik wou zeggen, met poep-Ted moest ik met naar poep-Ted. Huis, hè? Ik moest samen met Jonne naar Arnhem toe, naar Rijnstaat. Een groot ziekenhuis, hebben ze wat meer kennis en wat meer mensen in huis. En daar heb ik dus een nacht samen met Jonne geslapen. En je vergeet nog dat jij zei, ik laat Ted wel even uit. Dan dump ik jou thuis en rijd ik door naar Rijnstaat. Ja, dit gebeurt vaker. Dit snappen mensen met tweelingen. Ik haalde ze door elkaar. Ik laadde de verkeerde uit. Het was bijna gebeurd dat ik in Arnhem stond. Dat ik zei, nou met mensen, deze is ziek. En dat ik aan het verkeerde kind had. Ja, was pijnlijk geweest, maar is niet gebeurd. Maar goed, in ieder geval, Jonne moest een nachtje blijven. Dat was helemaal niet leuk, want jij was ook niet voorbereid naar Rijnstaat. Nee. Inmiddels had je wel een luiertas bij je met luiers en schone kleren. Maar verder geen kleren voor jou, geen tandenborstel, whatsoever. Wisten wij veel dat jij een nacht moest blijven. Nou, dat was dus helemaal niet leuk. Ik met Ted thuis en jij met Jonne daar. Ja. Gelukkig mocht je maandagavond naar huis. Nou, toen dachten we, ik dacht gisteren, nou, ik ben er wel weer. Dus als je hoort, nog niet helemaal, maar stevige 90%. Ja. En toen dacht ik, nou, hier hebben we ons lekker doorheen geslagen. En gisteravond dacht jij en Ted, dan is het nu onze beurt. Ja, want mocht je denken, waarom klinkt Geert zo? Nou, dus niet mijn standaardstem. Het is echt niet om aan te Ik heb het nu ook een klein beetje te pakken. Verschillende dingen, namelijk last van mijn keeltje. En dat is hetgeen wat je hoort, namelijk mijn neus zit vol. Ja. Dus als je denkt, houdt Geert de hele tijd zijn neus in op het moment dat hij aan het praten is? Nee, dit is gewoon mijn nieuwe standaard. Dat is voor schoonzwemmers. Dus we zitten hier nu zeg maar op 60%. Ik voel me prima, maar klinkt niet fantastisch. Marieke wordt langzaam iets beter, maar moet ondertussen Jonne bezighouden, niet helemaal jovel is. Nou, Jonne is inderdaad nog een beetje En Ted, die is helemaal niet maar die ligt, die is zo niet dat hij alleen maar slaapt. Nou, dus geluk bij een ongeluk, zullen we maar zeggen. Goed. Nou, ik vind helemaal niks. Maar goed, dat was dus een beetje onze week. En waarschijnlijk ook onze komende week. Maar daarom heeft het ons inderdaad extreem veel moeite gekost om hier te komen. We wilden deze podcast op het moment van opnemen. Is het namelijk avond. En we willen het liefst eigenlijk natuurlijk de podcast 's ochtends online hebben. Eigenlijk al eerder, maar dat was helemaal geen optie. Want ziekenhuis en corona. Dus we lopen gewoon soms tegen de beperkingen aan van nieuwe ouders van de tweeling. Maar weet dat we jullie niet vergeten en dat we ons best doen. Ja, precies. We doen ons uiterste best. En we snappen dat het niet om aan te horen is. Als je niet tegen deze kneuterigheid komt, dat ik weet, vorige week, als je weer luistert, dan doe je het zelf. Ja. Maar vorige week zei iemand, wat een geouwe hoer er allemaal omheen, daar kom ik niet voor. Ja. Nou, dan zit je bij de verkeerde podcast. Als je kwaliteit verwacht, het spijt me echt met al mijn ziel en zaligheid, maar dan moet je niet bij ons zijn. Ja, dan moet je luisteren naar de Dijs houden, maar dat is ook wat minder uitzending in de laatste tijd. Ja, maar... Nou ja, goed. Ja, ze hebben last van een orkaan. Dat heb je misschien gemist. Maar daarom zitten ze wat minder uit. Zit ze in Florida natuurlijk. Ja, zit in Florida inderdaad. Ja, dus vandaar dat de Dice Tower, bekende Amerikaanse vlog, blog, hoe je het ook wil noemen, die zenden op dit moment wat minder uit. Dat had ik me helemaal niet beseft dat zij daar zitten. Vanwege de orkaan. Ja. Ja, dus, natuurlijk. Wat dat betreft, als je denkt, ik moet toch wat luisteren, dan kom je hier terecht. Dan valt alles van ons in het niet natuurlijk. Valt die orkaan, dat is niet oké. Nee, zeker niet. Maar goed, Ted die slaat. Jonne die slaapt zolang ik met mijn vingertje op zijn billen blijf tikken in een soort ritmische beweging. Zeker. Laten we gewoon beginnen en kijken hoe ver we komen. Laten we beginnen met de planning. Namelijk het eerste punt. En eigenlijk is dit niet bijzonder meer. Want op dit moment is de jongste luisteraar, daar hebben we het afgelopen week over gehad, 7 weken oud. Ja, namelijk Jonne is op dit moment live in de studio aanwezig en luistert mee. Het is wel een beetje gedwongen luisteren. Ik weet niet of dat meetelt. Maar we kregen een berichtje van iemand anders die dus wel wat ouder is, maar wel bewust luistert. Die zei namelijk, hoi, ik ben 10 en een van mijn hobby's is podcast luisteren. Ik luister heel graag in mijn eentje op mijn kamer, wel op onze iPad, op het account van mijn moeder. Lieve groetjes, Elfie. Wat leuk! Schattig, hè? Ja, vond ik ook leuk. Ik snap dit heel goed. Want toen ik zo oud was als Elfie en ook nog wel iets ouder en zo, zat ik ook heel graag op mijn kamer bijvoorbeeld huiswerk te... Nou, met je 10 heb je nog niet zoveel huiswerk natuurlijk, maar huiswerk te maken of gewoon lekker te rommelen. Mm-hmm. Een beetje te schrijven was een van mijn hobby's. Ja. Te knutselen, te tekenen. Gewoon lekker te simsen, weet ik veel, dingen te doen. Ja. En dan luisterde ik dus ook heel graag. Maar in mijn tijd waren er natuurlijk geen podcasts. Nee. Radio luisteren is... Nee, vond ik gewoon niet zo. Op mijn leeftijd was dat niet echt interessant. Weet je wat ik dan deed? Dit is echt diep triest hoor. Je zette de afspeellijst van de Sims op. Ik weet niet. Nee, de afspeellijst. Dat was gewoon een afspeellijst. Man, die moest de Blimeware ding downloaden als je wat wilde. Oké, wat deed je dan? Nee, ik zette een DVD op van een film die ik al kende. Oh. En dan kon ik tegelijkertijd andere dingen doen. Ik weet waar dit heen gaat. Ja, jij vroeg mij hoe vaak... Ja, oké. Het nieuws was deze week dat The Princess Diaries 3 uitkomt. Toen dacht ik, nou, als ik dan iets moet doen... Nu doe ik dat bijvoorbeeld ook graag, want de tweeling die luistert graag naar dingen. Ja. In de zin van,
mensen die praten, want ze zijn namelijk herrie gewend en uit het ziekenhuis. Ja. En de radio is op zich leuk, maar op een gegeven moment wordt dat een beetje saai. Zeker. Dus ik zit al dit moment na te denken wanneer de kneuterigheid zijn grens bereikt. Maar we gaan nog even, we trappen hem nog even iets verder in. Nou, daar zet ik graag een film op. Oké, leuk. Moment, want iemand probeert te ademen vanuit mijn borst en dat gaat niet. Nou, dat dus is jij precies even over het moment, inderdaad, dat ik hem terug ga pakken na de bordspellen. Want de reden dat we deze uitzending hebben is natuurlijk omdat we terug gaan blikken op Spiel. Ja. Wij waren vorige week 2 dagen op Spiel. Op de woensdag en op de donderdag. En voordat ik die wijze neuzen weer hoor vertellen, woensdag is er geen Spiel. Ja, op woensdag is dus de persdag. Dus we waren op de persdag aanwezig. We zijn op de eerste dag aanwezig geweest. En in deze podcast gaan we onze bevindingen daarover delen. Ja. Dus we beginnen ook met dag 1, namelijk de woensdag. En dan begin ik even nog voor Spiel. We gingen namelijk naar Spiel toe. Hoe ging dat? De reizen naartoe en dergelijke. Wat vond je ervan? Nou, vond ik soepel. Want we hebben vorige week natuurlijk helemaal gehad over bij de Duitse grens kan een paspoortcontrole zijn. Niet gebeurd. Er is heel veel file. Nou, op woensdag ging dat allemaal super soepel, vond ik. Ja, precies. Dus we hadden de kinderen bij opa en oma achtergelaten. Althans, of opa en oma kwamen naar ons toe. Wij gingen inderdaad samen met Jordi naar Spiel toe. Ja, en toen gezellig. We aankwamen daar bij Spiel, het eerste wat we zagen was de persconferentie. Je hebt er namelijk op Spiel op de woensdag een persconferentie voor de German Spiel des Jahres. Dat is niet de Spiel des Jahres uitreiking, maar voor de Duitse Spellenprijs. Dat is net een andere prijs, de uitreiking. En dan laten ze weten welke spellen daar de afgelopen jaren gewonnen hebben. Op het moment dat je daar aankomt, ben je dus verplicht om mee te luisteren naar die persconferentie. Nou, dat was dus echt, want we kwamen binnen. Ik dacht, nou, nu komen we. Ik had het heel anders voorgesteld. We kwamen binnen en zeg maar in die, normaal gesproken de hal waar de wc is. Daar snapt iedereen wat ik bedoel. Niet, ja. Niet eens die wachthallen, maar de hal daarvoor, zeg ja, maar. Een soort grote aula is dat inderdaad. Ja, waar je de garderobe hebt en de wc, waar je zeg maar meteen naar de wc toe rent. Daar stonden allemaal stoelen, allemaal tafels. Er waren veel minder mensen dan ik dacht. Ik denk 500 of zo. Mm-hmm. Ik dacht echt dat het super druk zou zijn. Viel mee. Maar 500 mensen. En die zaten er allemaal als een soort scholieren te luisteren naar iemand die op dat podium was. En de enige persoon die ik van het podium herkende was toen echt die woeste baardman op het podium. Ja, de mascotte van Spiel. Ja, nee, zeker? Niet de mascotte, want dat is Miepie de kat. Oh ja, en de andere mascotte. Die persoon die op die posters hangt. Die woeste baard, meneer, met die dreadlocks. Ja, dat was nog interessant om te zien. Maar voor de rest was het echt super saai. Ik bedoel, het was allemaal in het Duits. Het interesseert me geen klap. En die mensen praten ook zo typisch saai Duits. Ja. Wat kunnen Duitsers toch saai zijn? Nou, even over een kam scheren. Prachtig. Wat ze ook niet kunnen, is koffie zetten. Jongen, we kwamen eraan. Staat er van die zwarte teer op de tafel. En ja, die doe je dan serieus, in je kopje. Mensen. Stel je dit voor. Je bent voor het eerst in 6 weken überhaupt eigenlijk min of meer je huis uit. Ja. Je hebt een tweeling. Ja. Je hebt geen minuut geslapen de nacht ervoor. Want waren helemaal in hun volle krampweek. Dus die nacht, we sliepen geen minuut. De koffie was niet aan te slepen. De make-up bedekte de wallen niet meer. Je komt daar binnen. Je moet eerst nog 1,5 uur je klep houden. Want er is een of andere saaie presentatie gaande. Waar niks van te verstaan is. Want ook spreek je Duits, je kon niet eens horen wat er gezegd werd. Zeker niet. Ik tenminste niet. En er is, dan zie je er die koffie en dan is het van die filterkoffie die daar al 6 uur in die tank staat. Ja, het is verschrikkelijk. Zelfs op begrafenis is dat het dieptepunt altijd, vind ik. Jordi was ook mee. Die was vorig jaar. Die was ook niet te spreken over de koffie. Nee, want die was vorig jaar op de persdag geweest. Ja. En toen zei hij dat er nog soep was. Ja, die zat als helemaal lekker. Ja, en elke keer dacht ik, nou, nu komt het eten. Nou, dat, ook dit wordt echt een zeikpodcast, maar goed. Gooi het er nog even uit. Nou, er was dus geen eten. Nee. En ik had me verheugd op dat frietje avocado. Ja. Nee, frietje guacamole waar ik het vorige uitzending over had. Zeker. Die foodtrucks en alles, dat was allemaal niet. Teleurstelling. Er was nergens een eten. Er was geen koffiecorner open, helemaal niks. Wij hadden alleen maar een zak krentenbollen in de tas. Dus we hebben gewoon de hele dag overleefd op een zak krentenbollen. Dat is toch erg? Dat was erg. Wat hebben we verder gedaan? Nou, op een gegeven moment was die persconferentie gelukkig voorbij. En toen konden we de hal in. Ja. En niet de hallen in, maar de hal in. Want namelijk de persdag is als volgt, dat wist ik ook niet. Je gaat niet naar alle stands toe. Het is niet dat heel Spiel al open is. Nee. Maar wat heel veel uitgevers doen, is dat ze 1 of 2 tafels neerzetten in de beginhal waar je binnenkomt. Dus zeg maar de hal waar je normaal staat te wachten om Spiel binnen te gaan. En daar leggen ze hun nieuwe spellen op. Staat soms iemand bij om iets over te vertellen. Maar dan kun je dus eigenlijk in heel weinig ruimte kun je voornamelijk langs, ik weet waar je om zit te lachen trouwens, maar in heel weinig ruimte kun je heel veel spellen voorbij lopen. Ja. Nou, het is
zeg maar, zoals wat je in Amerika hebt, het er altijd van die schoolpresentaties. Die heb je in Nederland misschien ook wel, maar dat ben ik nooit. Maar dan hebben ze in de film altijd zo'n dat een kind heeft dan een soort werkstukje gemaakt. Ja, en die staan dan op allemaal van die tafels. Ja. En dan moeten de ouders zo langs lopen. En, oh, wauw. Nou, ja, zo zag het eruit. Ja. Gewoon precies zo. Ja. Maar waar ik om moest lachen, was dat ik dus heel soms stond er bij die mensen, stond er dan iemand van de uitgeverij bij wie je vraag kon stellen. Of die wilde gewoon heel graag iets vertellen over hun spel. Dus op een gegeven moment staan wij bij een spel. En we zeggen tegen elkaar, oh, ja, dit ziet er wel grappig uit. Van wie is dit eigenlijk? En ik kijk op het briefje wat erbij ligt. En ik zeg tegen jullie, dus tegen Jordi, tegen jou, oh, van Eric M. Lang. En op dat moment draait de beste persoon, namelijk Eric M. Lang zelf, die hoort mij zeggen, hey, Eric M. Lang. Die draait zijn hoofd om en die kijkt mij zo aan, zo van, ja, waar kan ik je mee helpen? Nou, de verbijstering die toen op mijn gezicht zat. Ja, toen volgde ik 2 minuten van ongemak. Oh, ja. Het was niet de bedoeling dat ik erger ging summonen of zo. Nee, hij was er opeens inderdaad. Ja, als een soort kaart die het hele spel verborgen hebt gehouden, werd opeens Eric M. Lang gespeeld. En daar was hij. Ja, precies. Ja. Dat is trouwens echt een hele leuke vent. Wat een hele leuke vent. En hij ging ons helemaal lief vertellen over zijn nieuwe spel. En wij zijn natuurlijk groot fan van Eric M. Lang. Het is niet per se dat zijn spel in de top 100 staat, maar je kunt hem bijvoorbeeld kennen van Marvel United, een grote hit. Het is vooral omdat zijn beste spellen zijn Area Majority-achtige dingen en dat vinden wij niet zo leuk. Bijvoorbeeld Cthulhu, Death May Die is van zijn hand en zo zijn er heel veel spellen die hij gemaakt heeft. Maar goed, dit keer stond hij bij Hasbro, was het volgens mij om een iets simpeler familiespel uit te leggen. Maar ik ging echt gewoon helemaal stuk. Ik dacht echt, huh? Prima was, maar we hadden inderdaad hem daar niet verwacht. Nee, precies. Maar voor de rest, wat kun je dus verwachten op het moment dat je daar naartoe kan, is gewoon, de belangrijkste spellen zie je wel, valt mee op van de hele beurs, maar het is gewoon heel klein opgezet en je ziet zelfs bij sommige tafels dat niemand ernaast staat. Dus je moet ook vaak zelf heel veel dingen opzoeken. Maar ik vond het wel een goede manier om in weinig tijd veel te kunnen zien. Nou, vooral veel de nieuwigheden. Voor ons was dat natuurlijk perfect. Inderdaad, dus dat is top. Daarna, was ook wel leuk, hadden we een aantal afspraken gemaakt die met verschillende uitgevers. De bedoeling was dat we daar naartoe gingen om even met die mensen te kletsen en iets te horen over de nieuwste spellen en eventueel dat we na konden gaan denken of we iets uit willen geven. Ja. Maar dat lukte niet helemaal. Nee, want nu lijkt het net alsof wij ons leven niet op de rit hebben en dingen niet voorbereiden, maar we hadden dus afspraken gemaakt. We dachten echt, nou, we gaan ervoor. Zeker. Blijkt helemaal dat wij die handen niet in mogen. Nee, want wij dachten, oké, we zijn hier klaar. We gaan nu met ons ticket van de persdag gaan we de hallen in die opgebouwd worden. Ja. Want daar hebben we de afspraken. Want er is namelijk alleen een persdag. En daar hebben wij tickets voor. What could go wrong? Wij dachten, wij lopen die hallen in. Staat er opeens een pak tegen ons te zeggen, dat mag niet, want je hebt er weer een ander ticket voor nodig. Ja, dan hadden we een exhibitors pas nodig. Oh, ja. Want er was een verzekeringsdingetje, omdat ze aan het opbouwen waren. En wij waren natuurlijk geen exhibitors, dus wij waren niet verzekerd. En blijkbaar de mensen die daar ook liepen, waren ook een groot deel exhibitors. Maar wisten wij veel dat je daar dan weer die pas voor nodig had. Dus wij konden niet bij onze afspraken komen. Nee. Moest jij weer bellen met mensen, we staan hier, maar we mogen niet naar je toe. Dus Mob Vanguard wil ik nog heel even bedanken dat ze uiteindelijk de afspraak verzet hebben. Ja. En dat we de dag erna er langs konden. Maar inderdaad, op die eerste dag hebben we alleen die hallen doorgelopen. Ja. En hebben we dus niet afspraken gehad. Nee. Wat zijn dingen, spellen of uitgevers of mechanismen of iets dergelijks, die jou opvielen als je al die spellen zag die nieuw waren? Water. Ja, er komt dat een hoop. Dat is gigantisch veel water. Er was inderdaad een hoop spellen die het thema water hebben, inderdaad. Als in, of vissen of over, ik noem maar wat, Reef Project. Of het gaat over duiken inderdaad. Ja. Of een onderzee of iets dergelijks. Ja, op heel veel manieren komt dat voorbij. En ik vind dat wel grappig. Want je merkt gewoon dat je elk jaar een aantal trends hebt. Ik vond het bijvoorbeeld vorig jaar heel verrassend dat er 2 spellen aangekondigd worden die Mycelia heten. Namelijk over paddenstoelen. En we hadden natuurlijk dit jaar hebben we alles met bouwen. Ja. Heel veel letterlijk 3D-achtige gebouwachtige bouwen. Stapelstad. Hoe heet die van Nine Rolling Heights heb je van White Goblin Games. Ja, Stapelstad maar inderdaad. En je hebt ook nog van Nine Games de titel. Ja, zeg maar Village. Maar nee, hoe heet die? Met die die nieuwe van, nou, hoe komt dat? Nou, top. Ja, die ene van die man van Planted. Die man van Planted. Oh, ja, ik weet wat je bedoelt. Ja, dit mensen thuis weten dit wel. Van Phil Walker Harding. Ja, die nieuwe. Met die kleurtjes. Cities. Oh, Cities. Ja, precies. Je bent er wel. Ja. Dus dat viel je op. Veel waterthema is een heel populair iets. Zijn er andere dingen dat je denkt van, oké, dat viel me echt op ten opzichte van andere jaren? Doe je ergens op? Nee, niet specifiek. Maar ik dacht, misschien zijn er dingen die de mensen moeten weten over wat er aan gaat komen.
Nee, ik denk dat dat de algemene dingen wel waren. Ja, maar überhaupt merk je de laatste tijd wel dat er bijvoorbeeld veel reimplementaties zijn van spellen. Dat merk je veel. Dat is een trend die voorbij komt. Dus luxe uitgaven. Maar inderdaad, water als thema kwam veel voorbij. Ja. En überhaupt verbaast me het ook wel weer dat het toch gelukt is om weer originele dingen te bedenken. Qua mechanisme of qua thema. Die we hiervoor niet gezien hebben. Ik weet bijvoorbeeld dat we op de beurs liepen en dat we op een gegeven moment een spel zagen waarin je een soort burrito op moeten rollen. Dus je had speelstukken. En uiteindelijk... Ik denk dat het sushi was, schat. Of het was sushi, ik heb geen idee. Ja, ik eet dat nooit. Maar het zag er in ieder geval niet lekker uit. Maar je had dus allemaal speelstukken die je uiteindelijk in een soort rolletje moest doen. En als ik het goed begreep, was het dan belangrijk wat voor dingen je zag. Ja. En dat je uiteindelijk jouw eigen burrito, of wat het ook is, sushi gaat scoren. Ik dacht, het lijkt me niet leuk, maar ik vond het wel origineel in ieder geval. Nou, precies. Ja, en ik zag bijvoorbeeld een spel, dat is leuk dat hij ook bij Happy Meeple Games uitgekomen, over speculaas. Ja, leuk. Leuk toch? Dus er zijn toch wel wat dingen voorbij gekomen van dat ik denk van, nou ja, dat was voorgaande jaren anders in ieder geval. Dus ik denk dat we als de spellenwereld behoorlijk in ontwikkeling zijn. Ja, nou dat was dus de woensdag. Precies. De terugreis was via de Mac, want inmiddels kwamen we allemaal van de honger natuurlijk. Ja, heel veel omwegen gedaan om bij de Mac terecht te komen. Ja. Maar daar even onze maag gevuld. En toen uiteindelijk, toen we Jordi hadden afgezet, kwamen we thuis bij de kinderen. Hoe was het weerzien? Nou, dat was lief en dat was leuk. En opa en oma, dat was gewoon helemaal goed gegaan. Maar mensen vroegen, hoe was het dan zeg maar om voor het eerst zonder de kinderen te zijn? Ja, dat was dus heel gek. Want je stapt weer even je oude rol in. Zeg maar, toen we op spiel waren, was het bijna alsof er niks gebeurd was. Alsof we gewoon geen kinderen hadden, zeg maar. Je bent weer helemaal in je bordspelrol. Je wordt er dan meteen weer ingegoten. En je hoeft even niks. Want je hoeft even niet te denken aan voeding of verantwoordelijkheden of wat dan ook. En als je dan thuis bent, dan stap je ook zomaar weer die andere rol in. Heel gek. Zo, blij dat de komende maanden waarschijnlijk voor ons nog even wisselen en schipperen tussen beide rollen. Want mensen vroegen zich allemaal, wij sliepen dus gewoon thuis. Want wij wonen echt heel dicht bij de grens. Dus het is echt voor ons... Nou, net iets meer dan een uur rijden, dus we sliepen gewoon thuis. Goed, want dat was de woensdag. Nou ja, sliepen, nee. Soort van. Maar we waren thuis. De donderdag gingen we ook naar Spiel toe. Ja. Klein woordje van onze sponsoren en daarna komen we bij jullie terug met dag 2 van Spiel. Welkom in Baker Street, de straat waar Sherlock Holmes woont. Maar in dit spel spelen jullie niet de beroemde detective, maar de dieren die in en onder zijn appartement wonen. Als Cherrywood, Calabash, Clay en Briar proberen de mysterieuze zaken zo snel mogelijk op te lossen. In de doos zitten 7 zaken. Bezoek de locaties rondom Baker Street en voer gesprekken met de verschillende dieren die daar wonen. Door de juiste karakters in te zetten, kun je achter extra informatie komen. De Dieren van Baker Street, het nieuwe verhalende spel van DSV Games dat leuk is met familie en met vrienden. En we zitten weer op de donderdag en daar gingen we dus naar huis toe. En de heenreis dit keer ging iets anders dan op de woensdag. Ja, maar wij zeiden het natuurlijk vorige keer al, de donderdag kan wel eens druk worden. Want dat was een feestdag in Duitsland, dus iedereen was vrij. Mensen, Spiel is volgens mij voor het eerst iedere dag uitverkocht. Ja, want we hebben wat fragmenten opgenomen. Daar hebben we het erover dat 2 dagen uitverkocht zijn. Maar inderdaad, uiteindelijk waren alle dagen uitverkocht. Niet normaal, het was zo druk. Zo druk. In hal 3, de belangrijkste hal, je kon gewoon niet lopen. Je kon alleen maar schuifelen. Het was echt niet normaal. Nee, dus ik heb geen idee hoeveel mensen er geweest zijn, maar echt, ik denk 100.000 minimaal zijn erop afgekomen. Het was inderdaad een gekke huis. Maar goed, op een gegeven moment kwamen we aan bij Spiel. Het duurde even omdat we uiteindelijk in de file stonden en we hadden een andere route genomen die niet per se sneller was. Maar nee, we hadden even uitgeprobeerd. We waren uiteindelijk wel op tijd in ieder geval aanwezig. Zeker, gelukkig wel. En we konden gewoon naar onze afspraken. Precies. En daar hadden we het volgende voor jullie opgenomen. Hallo podcast luisterende mensen, wij spreken jullie toe vanaf een restaurantje in hal 3 waar we zitten op Spiel. We zijn net binnen, hoe ging het tot nu toe? Nou, het is echt onwijs druk, niet alleen qua mensen, maar ook qua stands. We hebben nog maar een heel klein deel van hal 3 gezien. We hebben al een paar leuke mensen gesproken, een paar leuke mensen die ons gedag hebben gezegd, dus dat was heel gezellig. Maar het is zo ontzettend druk, de tickets zijn uitverkocht voor vandaag, donderdag en morgen. Ik denk niet dat we alles gaan kunnen zien, maar het is allemaal heel leuk, we hebben al heel veel leuke dingen gezien. Absoluut. En we zijn naar hal 3 gegaan omdat dat de grootste hal is. Daar zijn ook de grootste winkels en de grootste uitgevers. Ze hebben bijvoorbeeld Devir Games gezien. Daar staat een enorme rij voor. Die brengt spellen uit. Bijvoorbeeld Daitoshi is heel populair. Een uitbreiding van het Witte Kasteel. Mighty Board zag er goed uit. Met bijvoorbeeld Rebirth en Hamlet. Met een uitbreiding hebben ze daar liggen. Dus interessante dingen. Waar was het allemaal druk? Het was bijvoorbeeld ook ontzettend druk bij Rockhard. Dat spel van die rockartiest uit de jaren 70. Heel cool.
Waar is het nog mee? Bij Devir Games is het super druk. Ja, bij Frick's Game was het druk. Ja. Daar hebben ze ook bijvoorbeeld, dat is van Terraforming Mars. Ze hebben ook Kingdom Legacy nu. Dat is een solo verhalend bordspel waar heel veel van verkocht werden. Ja, eigenlijk is het overal druk. Het is overal ontzettend druk. Het is natuurlijk ook uitverkocht vandaag en morgen. Ja, de koffie is hard nodig. De koffie is wel hartstikke duur hier, dus ik geniet van elke slok. Precies. Nou, we hadden al gezegd, het is druk. We gaan nu snel door, zo meteen naar 3:30. Hebben jullie wat afspraken en daarna komen jullie sowieso weer bij jullie terug. Ja, we hebben nu een strategie. We gaan eerst onze lijst afwerken en dan kijken we wel hoeveel tijd er nog over is. Dus we hebben nu, zonder te verklappen wat er precies op onze lijst staat, want dat is natuurlijk een DSV Games geheim, hebben we nu 3 spellen gehad en we moeten er nog sowieso 6. En, kleine spoiler voor jullie, alle 3 die spellen waren te vinden in 3:30. Ja, maar dat helpt natuurlijk niet echt. En ze waren ook alle 3 leuk en dat helpt al helemaal niet. Nee, precies. Terug naar de studio. Maar goed, we noemen nu ondertussen heel veel speltitels en dergelijke waar we langs zijn geweest. Dus het leek me leuk om even te kijken naar 10 spellen die ons opvielen op Spiel. Ja. Het zijn niet per se dan spellen die we uitgegeven of iets dergelijks, maar gewoon spellen waarvan we dachten, daar liepen we langs en zag het tof uit. En ik moet wel eerlijk zeggen, we hebben waarschijnlijk een heleboel gemist. Want we hebben echt voornamelijk afspraken gedaan. En we zijn voornamelijk langs gegaan bij spellen die we van tevoren al hadden opgeschreven. Niet per se voor de uitgeverij, maar voor de webshop of gewoon dingen waar we nieuwsgierig naar waren. Dus waarschijnlijk hebben we ook een heleboel gemist. Als je ook op Spiel was, deel dan weer even in de comments wat jou is opgevallen. Welke spellen heb jij misschien gespeeld of heb je gespot waarvan je denkt, hey, interessant. Precies. Maar goed, het eerste spel is ook hetgeen waar we het uiteindelijk vorige week over hadden. Ja. Of in de vorige uitzending, die we op nummer 1 hadden neergezet als het spel waar we het meest naar uitkijken. Beyond the Horizon. Yes, dat is natuurlijk het vervolg op Beyond the Sun. En dat is het spel waar wij laaiend enthousiast over zijn, maar wat er niet uitziet. Het ziet er echt uit als een prototype, het is een ouder spel. Nu is er een team waarom je vingers ook bij af te likken aan de slag gaan met het vervolg, namelijk Beyond the Horizon. En dat ziet er wel mooi uit. Ja, je ziet er namelijk ook, mocht je namelijk op YouTube kijken op dit moment, zie je hem achter Marieke staan. Daar staat hij. We hebben hem ook meegenomen van Spiel. Achter mij? Ja, achter jou staat Beyond the Horizon. Kijk, daar. Waar dan? Hier, daar zo, zie je hem? Oh, in dit hoekje. In dat hoekje, oh ja, precies. Ik dacht letterlijk achter mij. Niet maar letterlijk achter jou. We hebben er ondertussen ook gespeeld. Ja. Wat vind je ervan? Ik vind hem heel leuk. En ja, hij is gewoon net zo leuk. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb hem nog maar een keer half gespeeld hoor. Want de tweeling was toen een beetje aan het jengelen. Dus ik kon me niet heel goed concentreren. En mijn strategie, nou, die was eigenlijk niet aanwezig. Maar volgens mij is gewoon de kracht van Beyond the Sun bewaard gebleven. En zitten er gewoon wat extra dingen bij met die tegels en zo. Daar moet ik nog even de goede dingen uithalen. Maar nu voor het eerste potje. Want jij zei ook, we gingen dit spelen en je zei, ik ga hem niet uitleggen. We gaan gewoon spelen en kijken waar het schip strandt. Dus als je denkt, waarom had je geen strategie? Nou, daarom had ik geen strategie. Ja, was de Jordi-tactiek. Ik heb hem ook een keer met Jordi gespeeld en die zei, hey, ik wil het op die manier doen. Nou, dikke prima. Ja. Dan kom je op een gegeven moment wel wat mankementen tegen. Ja. Maar goed, het idee is in ieder geval leuk. Dat je overwege denkt, goh, dit is een regel waar ik niks van weet. Maar wat is het voor soort spel? Het is een spel waar eigenlijk de telefoonboom centraal staat. Je gaat namelijk een tech tree opbouwen, waarbij je op het moment dat je een technologie ontwikkeld hebt, dat je eigenlijk nieuwe technologieën vrijspeelt die daarmee in verbinding staan. Voor de rest kun je ook nog op allemaal tegels gaan staan om daar dorpen en steden te stichten. Je probeert ook je grondstoffenmotor op te bouwen door allemaal speelstukken van je speelbord weg te halen. Echt een goed expertspel wat origineel aanvoelt. En voor degene die zei vorige week, kun je jullie wat meer laten zien? Want ik kijk altijd op de video. Nou, dat is in deze verschrikkelijke voorbereiding dan weer niet gelukt. We zijn al blij dat we hier zitten. Sorry, maar Google het even. En nummertje 2, dat was bij dezelfde uitgeverij, bij Cradio Creations. Daar hadden ze ook het spel Mesos. Ja, Mesos ziet er een beetje uit als, ja, ik doe maar een spel denken waar ik even niet op kan komen. Maar in ieder geval de voorkant, het ziet er gewoon uit als een godsschildering. Ja, het is een beetje paleo, maar dan duister. Het is gewoon duidelijk, dit is gewoon met klei en een god geschilderd. Ja, en wat is het idee van Mesos? Het is een veel makkelijker spel trouwens. Maar in Mesos ga je proberen zo slim mogelijk jouw kaarten te verzamelen. Dus wat je gaat doen, je gaat je speelstuk, jouw werker eigenlijk neerzetten op 1 van de 5, afhankelijk van het aantal spelers, plekken. En op zo'n plek staat aangegeven of je een kaart aan de bovenkant of aan de onderkant mag verzamelen. En dat verschil is heel belangrijk, want als kaarten nieuw worden toegevoegd aan het einde van de ronde, dan worden ze eerst toegevoegd aan de bovenkant van de markt. En uiteindelijk schuiven ze in de volgende ronde door naar de onderkant. Oftewel, aan de bovenkant liggen de beste keuzes, maar aan de onderkant, daar kun je uiteindelijk de meeste kaarten verzamelen als je het slim speelt. En op die manier verzamel je dus kaarten die allemaal verschillende effecten hebben. Je krijgt bijvoorbeeld bij bepaalde evenementen punten voor alle paarse kaarten. Je kunt korting krijgen op het kopen van gebouwen met andere kaarten. Het is gewoon een heel slim spel, vind ik. Ja, precies. En het is inderdaad niet moeilijk, maar je moet wel goed tactisch nadenken over, oké, durf ik het aan om
wat betere actie te doen, maar dan heb ik een risico dat ik minder kaarten krijg. En je kan best wel snel best wel veel minpunten krijgen. Ja, zeker met je moet voedsel betalen op een gegeven moment voor elke kaart die je hebt. En als je daar niet op voorbereid bent, dan kan dat een hele dure hobby worden inderdaad. Ja. Dus meestals is best een hard spel erin, maar wel gewoon slim en zit goed in elkaar. Dus daarom alsnog een aanrader. Op nummer 3 staat Rockhard 1977. Om eerlijk te zijn zijn we er echt alleen maar langs gelopen. Ja. Die hebben we ook nog niet in huis, dus die hebben we ook nog niet gespeeld. Ja, het zag er echt vet uit. Ik vond vooral die bovenkant, dat zijn van die, ja, van die knoppen die je aan de versterker hebt, zeg maar. Mm-hmm, ja. Om het harder te draaien. Dus zo zag het eruit. En dat was dan, ik denk, een soort spoortje of een soort grondstofbijhouder of zo. Ja, heel cool. Heel cool. Nummertje 4 stond Sparks. En dat is wel grappig, want dat is eigenlijk niet een spel wat direct op onze lijst stond om langs te gaan. Nee. Maar we liepen er toevallig langs. Toevallig zat Jordi met zijn vrouw dat spel ook te spelen. Wij zaten er te kijken en ineens denk ik, hey, dit ziet er wel heel erg bekend uit. Dus mocht je heel veel erover willen weten over het spel, dan moet je gewoon even af en toe in de chat duiken en gewoon vragen naar Jordi, want die kan er veel over vertellen. Wij hebben hem zelf nog niet gespeeld. Maar ik wil hem heel graag spelen met Jordi, want die kaarten. Ja, het ziet er prachtig uit. Het is een spel over robots. En dat is best een thema wat regelmatig voorbij komt de laatste tijd. Je had natuurlijk Bot Factory, je had ook nog bijvoorbeeld Racing Robots. Nu heb je Sparks. En wat ze allemaal overeen hebben is dat ze schattig artwork hebben. En zeker op de kaarten, daar staat echt prachtig artwork op. Dus dit voelt een beetje als een spel voor een hele grote doelgroep. Ja, maar verder, het spel heb ik dus zelf niet gespeeld. Nee. Maar ik wil hem heel graag spelen. Op nummer 5 stond Endeavor, zeg ik dat goed? Ja, zeg je goed. Endeavor Deep Sea. En dat is dus een nieuwe versie van Endeavor. En dit is misschien wel een van de winnaars van Spiel, denk voor ik. Voor jou? Nou, voor mij, maar ook gewoon als ik zie hoeveel mensen het er nog over hebben. Ja, als je kijkt naar de beoordelingen. Het is dus inderdaad het volgen op Endeavor. En nu gaat het over inderdaad het onderwaterwereld. We willen deze heel graag nog een keer spelen. Hebben we ook op dit moment nog niet gedaan. Gaan we dus zeker doen. Het is een beetje een instap-expertspel als ik kijk naar de moeilijkheid. Maar als je kijkt naar de beoordeling, het krijgt volgens mij tot nu toe een 8,3 op Working Geek op basis van al een paar honderd beoordelingen. Ja, dit is een spel, denk ik, waar we het over tijden nog over hebben. En hij zag er heel gevarieerd uit, als in met een hele goede herspeelbaarheid. Want we hebben, denk ik, ongeveer een halve minuut een beetje naar die tafel kunnen kijken. Toen dacht ik, oh, hier is echt heel goed over nagedacht met al die tegels. Want er zitten dus helaas niet inhoudelijk kunnen kijken. Nou, wat wel cool is, er zitten verschillende missies in. Er zijn volgens mij iets van 10 scenario's, als het ware. Ja. En dat is niet per se een verhalend spel wordt het daardoor. Maar daardoor heb je wel dat je elk spel andere regels hebt. 10 keer dus in totaal. Dus je kunt 10 keer al een verschillend spel spelen en dat ook gewoon blijven doen. Dus, maar weet je wat het doel is? Ik weet niet wat het doel is. Ja, volgens mij is het gewoon competitief zoveel mogelijk punten scoren, maar wel dus telkens met een andere opzet of een andere regel die het weer verandert. Ja, als ik kijk naar de beoordelingen, is dit dus gewoon, ik denk uiteindelijk van Board Game Geek misschien wel top 100 materiaal. Ja, en dat is dus het enige jammer, vond ik. We hebben dus wel alle novelties mee kunnen krijgen, maar ook heel oppervlakkig. En omdat we dit jaar dus maar 2 dagen op Spiel waren, hebben we gewoon niet heel inhoudelijk kunnen kijken. Je hebt best wel snel moeten kijken. Dus zeg maar, ik vond het wel heel efficiënt. En we hebben veel dingen gescout. Zeker. Maar de echt inhoudelijke, hoe speel je het, wat willen we er verder mee, dat moeten we dan echt nog opzoeken, zeg maar. Dat hebben we natuurlijk wel opgezocht voor een aantal spellen waarvan we denken, hey, dat vinden we heel interessant. Maar ja, je kan niet uit deze podcast conclusies gaan trekken of zo. Nee. Als je denkt, hier moeten we wel mee, dat gaat niet. Maar dat is dus de reden dat we nu iets minder inhoudelijk hebben kunnen kijken. En dan denk je misschien, waarom ben je dan niet nog een dag gegaan? Ja, omdat we niet 2 kinderen op de wereld hebben gezet om ze vervolgens alleen maar bij de oppas achter te laten. Dat kun je niet maken. Nee, helaas niet inderdaad. Dus we moesten helaas voor twee dagen gaan. Nummertje 6 staat Explorers of Navoria. En dat vind ik wel een interessante titel die al wat langer in mijn hoofd voorbij komt. Het is het spel waar sommige mensen boos om worden. Namelijk het artwork vinden heel veel mensen lijken op Root. Ja, en daar heb ik de vorige keer mijn mening al over gegeven. Dus hoef ik niet nog een keer te doen. Precies, daar kun je vinden van wat je wil. Het lijkt er inderdaad behoorlijk op, maar ik vind het heel mooi. Dus wat mij betreft gaan met die banaan. Het is een familieachtig spel wat we graag nog een keer gaan spelen. Maar ook dit keer kreeg het weer een hoop aandacht van heel veel mensen. Ja, ik wou net zeggen, die zie ik veel voorbij komen. Ook in de club bijvoorbeeld, in de DSV-club. Maar ook online op Facebook en dergelijke. Ik zit in een paar van die bordspel Facebook groepen dat ik denk, hey, er is weer iemand bezig met Navoria. Goed, dan gaan we naar nummertje 7 en daar kunnen we meer over vertellen, want die hebben we zelf natuurlijk aangeschaft. En dat is Rebirth, het nieuwe spel van Reiner Knizia. Ja, en daar hebben we natuurlijk ook de vorige keer over gehad dat dat een spel was waar we heel erg naar uitkeken en heel benieuwd naar waren. Je zou kunnen zeggen, nou, het is niet een bouwspel, maar er zitten ook van die mooie gebouwen in, namelijk kathedralen en kastelen. En dat is om mee te beginnen, het ziet er super mooi uit. En die kathedralen en die kastelen, die zijn dus gemaakt van dat rewood, als ik het goed zeg. Ja. En rewood is zeg maar gerecycled hout. En
Ja, je kan het kennen dan van bijvoorbeeld Kutnahora. Ja. Die heeft ook van dat spul. Maar bij Kutnahora ziet het er ook een beetje uit alsof het gerecycled is, zal ik maar zeggen. En bij Rebirth vind ik het er gewoon mooi uitzien. Maar je voelt het. Ja. Als je het vasthoudt, dan voel je dit is geen hout. En het is ook, het is niet zwaar. Het is heel... Ja, het is een heel bijzondere sensatie. Maar ik moet zeggen, ik ben hier erg van onder de indruk van dat materiaal. Echt vet cool. Want ik moet eerlijk zeggen, ik vind het misschien wel het coolste materiaal. Zeg maar, leuker dan dat standaard hout. En ja. Dat plastic voelt ook altijd toch een klein beetje goedkoop aan. En het kan heel gedetailleerd worden. Heel gedetailleerd. Het voelt fijn aan de vingertjes aan. Ja, dat is een dus goede sensatie hoor. Ik vind, dit, wat mij betreft, mag bijna elk spel hiermee aan de slag gaan. Want het is dus fantastisch. Eco. Het mocht is eco. Nog niet duidelijk zijn. Ja, het zal misschien vast wat duurder zijn dat daarom heel veel mensen het niet doen. Maar je merkt gewoon dat het wel door ontwikkeld is en nu een product is waarvan je denkt, hier kunnen we wat mee. Ja, en hier moeten we ook wat mee. Hallo, ja. Weet je hoeveel papier wij met z'n allen gebruiken in de bordspelwereld? Dat is niet hoe. Is niet goed. Rebirth, even terug daarna, hebben wij ook gespeeld. Dus daar kunnen we het meer over vertellen. En dat is eigenlijk een hele eenvoudige reine knietsja. Namelijk, je draait van jouw persoonlijke pool draai je een tegel om. Die ga je vervolgens plaatsen op het speelbord. En elke tegel heeft een andere manier van scoren. Maar over het algemeen probeer je eigenlijk een zo groot mogelijk cluster te maken. Want dat levert punten op. Het is eigenlijk een soort van Millefiori. Maar dan met een beetje area majority, area control niet echt, area majority. En normaal gesproken zou je denken, dat is toch niks voor jullie, maar ik vind het echt leuk. Het is echt leuk, ja. Je hebt en je moet dus kastelen bouwen, die krijg je als je zeg maar een soort van area majority hebt. En je moet kathedralen bouwen en daar krijg je dan weer doelkaarten voor. En die doelkaarten die hou je dus geheim. En dan heb jij weer bijvoorbeeld als je het gebied naast dit kasteel hebt. Of als je een kustlijn hebt met minstens 4 gebouwen. Dan wordt het bijna een soort ticket ride. Ja, maar dat is weer de briljantheid van Dr. Rainer Knizia. Want inderdaad, je hebt gewoon tegels plaatsen en punten scoren op verschillende manieren. Maar inderdaad, er is één manier, en dat ga je tijdens het spel maximaal 8 keer doen, om van extra doelkaarten te verzamelen die persoonlijk voor jou zijn. Dus daardoor krijg je elk spel hele andere doelstellingen. En moet je inderdaad bijvoorbeeld opeens heel veel langs de kust gaan liggen met tokentjes. Maar dat weet de ander niet. Dat weet de ander niet. Of de andere spel. En je hebt dus één kant. Wat is de normale kant? Van Schotland is dus. Schotland, dat is zeg maar een beetje de familiekant. En dan heb je aan de andere kant Ierland. En dat is expert is absoluut niet, maar iets gevorderdere kant. Die is namelijk vrij open en iets minder gestuurd. Dus dan moet je iets meer zelf nadenken. En daar werken de kathedralen anders, want die werken nog meer met doelkaarten. En bij die andere zijn de kathedralen weer andere krachten. Ja, bijvoorbeeld bij Ierland, dat is dus die andere kant, heb je ook openliggende doelen. Dus daar kan iedereen naartoe streven. Maar kun je ook nog wat een aantal, maar wel wat minder persoonlijke doelen halen. Ja. I like it. Ik ben erg onder de indruk. Dus Rebirth is een toppetje. Vind ik ook wel een van de hits van Spiel. Vind ik ook een van de hits van Spiel eens. En wat we ook zagen, maar ook gelijk weer een klein beetje afschreven, was Spurge. Nou, voor mezelf afschreven, maar dat is dus letterlijk van de eerste zin geweest. Dus ik ga er nog even induiken, maar Purge zag er zo mooi uit. Ja, dus... Het zag eruit als een soort Wingspan Deluxe met miniatuurvogeltjes en vogelnestjes en... Oh, het zag er zo mooi uit. En op basis van de mechanismen dachten wij, oké, dit is niet helemaal onze smaak. Maar mocht je dus dat is Rebirth ook niet. Nee, oké, maar mocht je dus altijd het gevoel hebben van, hey, ze hebben het over spellen en ik ben het nooit met ze eens. Kijk vooral even naar Purge, want het is prachtig, maar dat is niet per se helemaal ons ding. Op nummer 9 en op nummer 10 staan spellen van de uitgeverij die ook Faraway uitgebracht heeft. Die White Goblin Games heeft opgepakt in het Nederlands. En de twee spellen die zij presenteerden op de beurs waren Riverges en, heel populair, Castle Combo. Die was ook uitverkocht. En trouwens, Flatiron was ook heel snel uitverkocht. Maar daar hebben wij verder ook niks mee gespeeld. Kijk. Wij pauzeren deze podcast heel eventjes om even te kijken wat met dit aan de hand is. Precies. Gaan we even kijken naar ons komen we weer terug. Maar dit waren in ieder geval de 10 spellen die ons opvielen. En nadat we de meeste tijd gehad hadden voor onszelf, hadden we dus die 10 spellen bekeken. Maar toen begon het officiële deel van de gelegenheid, namelijk de meeste afspraken. En we begonnen met een afspraak bij Bad Comet. We lopen as we speak door de drukte van Spiel. Het is... Ik vind het dapper dat je het lopen noemt. Het is veel drukker dan voorgaande jaren, of niet? Het is echt zo bizar druk. Maar ja, nog steeds heel erg leuk. Want nu lopen we alleen maar te zeuren over hoe druk het is. Maar ik geniet echt. We hebben net het team ontmoet van waar we mee samenwerken. Voor DSV Games, van Wondrous Creatures. We leven in Amazone. Zo leuk om die mensen in het echt te zien. Helemaal uit Zuid-Korea. Ja, het top is ook. Ze hadden nog voor ons een zakje bij zich met allemaal Zuid-Koreaanse snoepjes. Dus dat is natuurlijk... Ja, dan heb je ons, hè. Al superleuk. En ze waren heel vriendelijk. En leuk, die cultuurverschillen, zeg maar, tussen Azië en Europa was grappig om te zien. Zij zijn super netjes. Wij als een soort verslofte scholieren hier. Ja, dus tot nu toe vermaken we ons dikke prima, ondanks de drukte.
En dat was dus een van de afspraken die we hadden bij de mensen van Bad Comet. Vond ik zo leuk. Och, maar überhaupt, want die zaten in de stand van Mob Vanguard. Dat is een naam die jullie niks zegt, maar dat is wel een partner waar we mee samenwerken. Nee, dat is ook totaal niet interessant. Is niet interessant, maar dat is dus zeg maar zo'n eigenlijk een tussenpartij tussen uitgevers die echt spellen maken en uitgevers die spellen in het Nederlands uit willen geven. En daar konden wij dus ook bij met Bad Comet afspreken, want we vonden het wel heel leuk om ze even te zien, want wij geven twee van hun spellen uit, namelijk Wonder Screeches en Life of the Amazonia. Nou ja, goed, dat was helemaal gedaan. We hadden de meeste afspraken gehad. En eigenlijk gingen we toen al heel snel richting huis. Nou Geert, daar zitten we dan. Ja, terug naar huis in de auto. Hoe vond je het? Twee dagen spiel. Ik vond het heel leuk. Ja, ik ook. Ja, ja. Was echt genieten. Ja, op de eerste dag, dus zoals jullie al gehoord hebben waarschijnlijk ondertussen, hebben we gewoon heel veel dingen kunnen zien. Alle verschillende nieuwe titels. Vandaag hadden we superveel afspraken met hele leuke mensen. We hebben bijvoorbeeld bij Alessandro van Cranio Creation zijn we even langs gegaan om te praten over Ratten van Wistar. Ja, ja, en bij teams waarmee we eigenlijk best wel lang samenwerken die we nog nooit in het echt hadden gezien. Petrov bijvoorbeeld, het team van Wondrous Creatures, waar we natuurlijk heel veel mee samenwerken, die helemaal vanuit Zuid-Korea waren overgekomen. Ja, dat is echt superleuk om die gezichten in het echt te zien en om lekker te kletsen. Ja, want tot nu toe, omdat we nog maar iets minder dan een jaar bezig zijn, hebben die mensen alleen via de mail gesproken. Dan heb je wel een beeld voor me. Maar ik dacht bij Alessandro opeens, hé, je ziet er heel anders uit dan dat ik gedacht had. Ja, grappig is dat, hè? Ja, ik vond het echt heel leuk om iedereen in het echt te zien. En ik kan nu al niet meer wachten op volgend jaar. Helemaal eens. Wat jou betreft denk je de winnaar van Spiel? Als je kijkt van waar stonden veel mensen, wat is het spel waar we het over 10 jaar nog over gaan hebben? Noem eens er één. Dat vind ik lastig, maar ik heb wel van veel mensen gehoord dat er een paar dingen uitverkocht waren. Namelijk Flatiron, waar we het over hadden gehad in de vorige podcast. Zeker. Castle Combo. Ja. En welke was er nou nog meer zo snel uitverkocht? Volgens mij die twee, vooral die Castle Combo, was volgens mij binnen 1,5 uur uitverkocht. Dus dat geeft wel aan dat dat echt een hit gaat worden van de uitgever van Faraway onder andere. Ja, er was er nog geen snel uitverkocht, maar dat ben ik even kwijt. Maar goed, in ieder geval, dat zijn wel echt, ja, als het zo snel uitverkocht is, dan ben je wel echt sjaak. Ja, en nu terug naar ons nieuwe slash oude leven, namelijk terug naar de koters. Hoe vond je dat, 2 dagen zonder ze voor het eerst in 2 maanden? Nou, echt heel grappig, want je stapt weer helemaal een andere rol in. En we hebben natuurlijk wel gewoon thuis geslapen, dus dan ga je van de rol van die je normaal bent, gewoon weer de oude vertrouwen, Mariki, bezig met bordspellen en alleen maar daarover nadenken. Naar ineens weer, oh ja, we hebben weer een tweeling en die slapen s'nachts niet en je moet er de hele tijd uit om te helpen, want ze hadden nogal eens van kramp afgelopen nacht. En nu ben ik weer in de rol van de speller en nu gaan we weer naar huis. Dus het is een hele gekke switch. Precies. Nou, terug naar de studio. Terug naar de studio. En dat is wel grappig, hè, want we hebben het over die verschillende rollen. En het grappige is ook dat wij nu op Spiel een hele andere rol hadden dan voorgaande jaren op Spiel. En, wat vond je daarvan? Ja, heel tof. Want ik voorgaande ook. Jaren was het gewoon, dan gingen we 1 dag naar Spiel toe. Aan het einde van die dag was je helemaal kapot. Je benen die lagen eraf. Ja. Je had wel alles gezien, want je had elke hal helemaal doorheen willen lopen. Maar dan gingen we echt kijken naar voor onszelf, privé, maar ook voor de webshop, wat zouden we in willen kopen. Maar nu, omdat je werkt met andere partners, zeg maar, als uitgeverij, is dat heel anders. En nu ben je en spellen aan het scouten, maar je bent ook afspraken aan het maken met partners. We noemden net al even het geluidsfragment, Petros bijvoorbeeld. Ja. Superleuk om die in het echt te zien. Absoluut. Alessandro, ook echt, nou, wat een leuke mannen allebei. Ja, dat echt, vind ik echt. Ja, ik vind het ook zo leuk dat ik ze in het echt gezien heb. Daar hebben zij helemaal geen fluit aan. Nee, maar klopt inderdaad. Maar ik vond het helemaal leuk en lekker over bordspellen praten en dit klinkt nu weer zo sentimenteel, maar wat ik altijd fantastisch vindt aan Spiel is gewoon dat je een soort van waar je ook de wereld vandaan komt, want er zijn echt mensen van over de hele wereld, hè? Dus vanuit Amerika, Zwitserland, echt overal ter wereld komen mensen vandaan, nou Korea dus, Zuid-Korea. Je hebt een soort van gemeenschappelijke taal en gemeenschappelijke pijler. En het is zeg maar alsof je onder familie bent. Ja. Iedereen heeft dezelfde interesses. Het is toch, en dan bedoel ik eigenlijk niet generaliserend, maar dat ben ik dan wel even. Het is toch allemaal een beetje hetzelfde soort mens. Je voelt je gewoon onder ons. Ja, dat is grappig als je het zegt. Want altijd als mensen terugkomen van vakantie, dan zeggen ze altijd, ach, de mensen waren zo lief. Nou, precies. Dan heb je toch altijd het idee, ik moet emigreren. Ik moet mijn leven omgooien, want ik ben daar de leukste versie van mezelf. Precies. Behalve in Thailand, daar probeert iedereen je op te lichten. Precies. Via ons op. Maar voor de rest zijn de mensen super lief. En dat heb je ook bij Spiel. En kijk, na zo'n vakantie, dan denk ik altijd, je hebt allemaal mensen die je betaald ervoor kregen om jou te helpen. Daarom waren ze zo vriendelijk. Ja. Maar bij Spiel
kan dat ondertussen niet meer. We hebben van zoveel kanten hebben we mensen ontmoet uit de bordspelwereld. En het is niet zo dat iedereen super vriendelijk en aardig is altijd. Nee, maar ik bedoel, er wordt ook gestolen. Dus blijkbaar zitten er ook gewoon debielen tussen. Precies. En we hebben nu al 2 jaar gehad dat ook ene Vladimir gewoon af en toe een procentje chagrijnig was. En dat mag ook. Maar over het algemeen... Onze gast Vladimir, van wie ik een contact heb, heeft eigenlijk nooit zin om ons te zien, merken wij. Hij heeft er nooit zin in, inderdaad. Dan komen ze weer die doos ophalen. Houd komen ons een spel bij hem afhalen. Ja. En dan zie je hem kijken. En dat, still love the man, hoor. Ja, zeker. Groot fan. Misschien is het ook nog steeds omdat wij resource zijn en geen spelers, zeg maar. Dat zou goed kunnen, inderdaad. Maar dan moet hij weer ergens vandaan gehaald worden om even ergens een paar doosjes uit zijn magazijn te halen. Ik zou er ook geen zin in hebben als ik hem... Ik zou er ook geen zin in hebben, maar dat waardeer ik zo erg. Hij laat het ook merken. Ja, nou ja. Dus misschien ook omdat, zeg maar... Kijk, zijn taal klinkt natuurlijk in onze oren al snel boos. Dat is waar, ja. Ja, dat klopt. Dus dat dan sta je al 1-0 achter. Dat helpt ook niet. Ja, maar dat is dus grappig. Ik bedoel, en dat hoort er dus ook allemaal bij. Maar ik vind de hele bordspelwereld vind ik zo'n leuke wereld om in te werken. Het is altijd als ik dat soort... Dan ga ik weer. Dat soort mensen zie, dan denk ik altijd, that's my peeps. Ja, hier nou, kan precies. ik wat mee. Deze mensen versta ik. Deze mensen snap ik. Maar hebben we ook op vakantie toch meegemaakt. Op het moment dat we een bordspelcafé binnenwandelden, dachten we opeens... Ach, ik ben hier thuis, is denk ons je volk. Dan. Ja, precies. Ja. Nou, het mooie is, we hebben hiermee ook heel speel denk ik wel gehad. Want ondertussen... voor de tv-kijkers, Jonne die bij Marieke op de schouders zit, die wordt op langzaam... de schouders? Sorry, voor de buik hangt. Die lanceer ik zo meteen. Die wordt langzaam wat onrustiger en die ik merk honger. Ook dat mijn stem langzaam ook naar beneden gaat. Dus het is tijd om hier af te sluiten. Mensen, ik hoop echt, wij snappen ook wel dat dit niet de kwaliteit is waar je op zat te wachten. We hebben ons best gedaan. Maar gestreden. We hebben echt ons best gedaan. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben en dat jullie er blij mee zijn. En kijk, we hadden natuurlijk ook gewoon kunnen zeggen, joh, we zijn nog steeds met verlof, of in ieder geval ik wel, nog 2 maanden. Zoek hem raar met je podcast. Maar dat hebben we niet gedaan. Dat resulteert gewoon wel in dat de podcast gewoon net iets minder is misschien dan dat je had gehoopt. Ik hoop dat jullie er blij mee zijn. Het zit nog steeds al onze ziel en zaligheid zit erin. En ja, we moeten roeien met... Als iets mij heeft geleerd van ouder zijn van een tweeling... is dat je moet je verwachtingen snel bijstellen... en roeien met de riemen die je hebt. Nou, maar dat brengt ons ook allemaal dichter bij elkaar. Ik bedoel, hiervoor was het zo dat de mensen allemaal dachten... oh, die spelen alleen maar spellen, doen die niks anders. Ja. Maar nu, door meer te delen van ons leven... kom je gewoon een stapje dichterbij. Ja, precies. Volgens mij moeten we hem afsluiten, of niet? Ja. Ik wil heel graag van jullie... denkt, adem is overrated. Ik duw mijn neus gewoon in jou. Dan kan ik namelijk geen lucht krijgen. Dat is praktisch. Ik snap het. Ben ik het gek genoeg niet mee eens? Hoe dan ook, mensen. Graag van jullie willen we nog horen... wat jullie favoriete spellers die we benoemd hebben, of jullie favoriete spellers die jullie voorbij hebben zien komen op Spiel, als je er was. Vertel het ons. Laat het even weten. We zijn over 2 weken, als iedereen weer hersteld is en iedereen niet in het ziekenhuis ligt, of niet, zijn wie terug. Weet, hebben we dan weer op zijn kop een video opgenomen. Je weet Daarom. Het allemaal niet. In ieder geval, bedankt voor het luisteren en heel graag tot snel. Lieve groetjes. Lieve groetjes.